spontaan, Brit. Kom maar even binnenlopen, Brit. Sta ik hier gewoon op jou te wachten? Wat ook wel raar is natuurlijk. Ja. We gaan ermee aan de slag. En wat gaan we maken? Aardappeltjes met schil. Uit de oven met olijfolie, lekker grove zeezout en rozemarijn. En een beetje tijm. Nou, maar doe je dicht en dan doe je een beetje water bij. Hoe vaak is niet zo vaak en hoeveel is een beetje? Gewoon af en toe een beetje water. Een beetje mest, niet te veel. Niet te veel, gewoon een beetje. Ik hoop dat je geen honger hebt. Nee, want dit is een beetje weinig. Nee, ik heb eigenlijk wel honger. Hier zijn we echt lang mee bezig. Nou, wat een werk. Mest nou wel zo'n borsteltje. Heel speciaal aardappelwasborsteltje voor. Bijna niet aan te komen. Nou, die heb ik. Echt. Worden hier geen voeten mee afgedaan of zo normaal gesproken? Nee, heel groot die van mijn vader. Maar kijk eens wat er gebeurt. Je schopt gewoon de schil eraf. Ja, moet ik zachter doen. Je zit nu eigenlijk al bijna geen schil meer omheen. En wat gaan we maken? Aardappeltjes met schil. 15 per plant, zeiden wij nog. We hebben ze meer goed water moeten geven. Ja, we hebben ze niet goed verzorgd. We hebben steeds maar een beetje gedaan. Ze heten nu Gijsjes. En eigenlijk is het een beetje mislukt. Het is wel een beetje zielig voor je vader, maar goed. Ja! Time flies. Time flies. When you're having fun. Toen lijkt het ineens superveel. Kijk, wow, dit vette schap. Normaal zou ik zeggen een half uur, maar hoe lang? Kwartiertje. Ze zijn klaar. Denken we. Ze piepen! Piepers! Denk je dat echt? Ik denk echt dat ze daar een piepers eten, want het is echt een piepgeluid. Ik denk het echt. Een half jaar zwoegen en dan is dit het resultaat. Elke keer weer tegen mijn vader zeggen, geef ze nou toch eens water, die aardappels. Oh, lekker. Echt wel lekker. Misschien dat ik het me inbeeld, maar ik proef echt dat dit vers is. Dat dit klopt. Komt direct uit de grond. Direct. Zo, wij hebben echt nog niks meegemaakt in ons leven. Nee. Zeg, als we hier los op kunnen gaan. Kan je ze het hele jaar doorpoten of moest dat toen juist echt in april? Ze mogen natuurlijk niet vriezen. Nou, als je een kastje hebt. Ze hebben zon nodig. Ja. Toch of niet? I'm disappointed. Dit noemt zich de aardappelmeisjes na zoveel maanden. Try this at home. Alleen doe het dan dus wel beter dan wij. Meer water geven en af en toe mestkorrels. Ja, niet te veel water. Ja, dat is het. Want als je dus een half jaar moeite moet doen, dan snap ik dat we ze in de supermarkt willen kopen. Want het is best wel wat moeite. Maar als je het gewoon leuk vindt om voor een plantje te zorgen. Ja, mensen die een hond hebben bijvoorbeeld, die zouden dit wel kunnen. Heb jij een huisdier? Neem dan ook een aardappelplant. Dat is wel een leuk experiment.